Gogolo. Gogolo betekent eigenlijk go, gewoon lager onderwijs. Dat is de afkorting. En dat wil zeggen dat we 19 jaar geleden, want dit jaar is onze 19e editie, 19 jaar geleden is het idee ontstaan om kinderen te stimuleren. Stimuleren om extra hun best te doen en te excelleren. Om extra hun best te doen om 60 punten te halen voor de 7 examenvakken waarin ze examen maken op het gewoon lager onderwijs. Dus go GLO. Om hoeveel kinderen gaat het dit jaar? Nou, dat is de verrassing. We hebben dus ieder jaar tussen de... We zijn begonnen heel klein, in de loop der jaren toegenomen. Vorig jaar 134, dacht ik. En dit jaar 315. Fantastisch. Wat wordt er allemaal gedaan met de kinderen? Vandaag, we hebben dus de kinderen... ze komen binnen. Ze komen vanuit de Rekenhoelaan binnen op het parkeerplaats van Assyria. Want u weet, het is de COVID-periode. En wij hebben in commissieverband heel lang gediscussieerd of we dit door zouden laten gaan of niet. En wij vinden dat we het juist door moeten laten gaan, omdat die kinderen extra hun best hebben gedaan. En ze verdienen het om in het bloemetje gezet te worden. En ze komen dus binnen, hun naam wordt geregistreerd. We hebben een start van een tour. Dan hebben we mevrouw Indra Hu met haar COVID-boekjes. Dus ze krijgen allemaal een COVID-boekje. Ze krijgen een snackbox van ons, gevuld met lekkernijtjes. Ze krijgen een pakket aangeboden door Subisco. Ze krijgen een Gogolo-tas gevuld met alles wat je maar kan noemen wat ze nodig hebben in de eerste Milo. Passerset, schriften, calculator. We hebben grote sponsoren die het mogelijk maken dat we dit kunnen doen voor de kinderen. Daarna komen ze op de rotonde. Hier achter mij ziet u de rotonde. We hebben op dit moment de minister van... is ook onze fellow Rotarian. Ja, minister Matura. Ze krijgen daar hun certificaat. En ze gaan dan van de rotonde. Ze krijgen bij de drankenstand krijgen ze drankjes, water, sap, sop. Allemaal gesponsord door Fernandes en Simextra, alle sponsoren, Parasprings. En dan krijgen ze een popcorn aan het eind en er wordt nog een gezellige foto gemaakt. Let wel, ze stappen niet uit, want we moeten ons houden aan de tijd. Iedereen moet op tijd thuis zijn en de COVID-regels natuurlijk. Wat is de reactie van de geslaagden, de goochelers? Je wil het niet weten. Vanaf het moment dat we gepost hebben, hebben we per dag tussen de 50 en de 100 e-mailtjes en messages gehad. Van al die kinderen en ouders. Wat moet ik dragen? Hoe laat kan ik komen? Wat krijg ik allemaal? Wat wordt er gedaan? Mensen ook gewoon om ons te bedanken dat we dit doen. En die kinderen, kijk, veel kinderen zijn dit jaar ook niet op vakantie. En ze kijken ernaar uit. Er waren auto's vanaf 2:30 hier zo. Versierd en al te wachten. Weet je, alleen vinden we het jammer dat we wat afmeldingen hebben van die Keri. Omdat de mensen op tijd weer terug moeten zijn. Voor 8:00, dat redden ze niet. Maar dat maken we goed met ze. Want wij gaan lekker naar de districten toe. Want ook in corona hebben we dit jaar een goocheloer. Ja, dus OS Totnes. En ik moet zeggen, het gaat hartstikke goed. Met andere woorden, niet alleen Paramaribo is op dit moment hier? Nee, alle districten. Want de uitslag krijgen wij van het MINOF. En dat is het landelijk uitslag. Dus of je nou in Marowijne woont of in Sipaliwini, als je 60 punten hebt, word je uitgenodigd hier te zijn. Heb je nog iets eraan toe te voegen, Yvonne? Nou, het enige wat ik wil zeggen is, kindertjes, blijf zo je best doen. Ik weet niet waar we volgend jaar zullen zijn met COVID. Maar misschien hebben we volgend jaar 2 keer zoveel kinderen. Maar we kunnen de uitdaging aan, want wij hebben er plezier in. En als je kijkt naar alle blije gezichten en versierde auto's, kijk daar. Prachtige auto's, weet je? Dan doet het je goed.